Deze nieuwsuitzending, die is echt nieuw, die gaat over een spam. Ik heb geen screencast nou, maar er staat hier, ik heb een e-mail gekregen en dat heet als onderwerp pakket gemist, eerste afleverpoging. En die moet ik antwoorden aan ronald129_@outlook.com. Dit is spam. De phishing of zo? We gaan even de politie bellen. Dit is een misdrijf. 0900... 8844. Even kijken hoe het afloopt hoor. Weet ik veel. Even een melding doen. Dit informatienummer kost 2,8 cent per minuut. Met een starttarief van 9,51 cent. Plus uw gebruikelijke belkosten. Welkom bij de politie. Dit gesprek wordt onder andere opgenomen voor trainingsdoeleinden. Mooi zo. Medewerkers zijn in gesprek. Oh. Een moment geduld. Ja, iedereen heeft natuurlijk zo'n e-mail gekregen met spam, man. Wat zit hier achter? Maarten Verbeek. Goedemiddag, u spreekt met de politie, met Anita. Hallo. Ik wil even een melding maken van spam, van een hele lelijke e-mail van Maarten Verbeek. En als je daarop klikt, dan kom je op een website en dan worden spullen van je gejat. Ja, moet er ook niet op klikken, meneer. Als u spam er zelf al aangeeft dat ik vertrouw het niet, dan moet u het eigenlijk ook niet aanklikken. Ja, maar het is wel zo. Er staat hier, die e-mail is verstuurd namens post.nl. Ja. En mag dat zomaar? Oké, okay, en wie, welke instantie moet ik bellen om te vertellen dat iemand van hun beeldmerk gebruik maakt om mensen zoals ik, ja, ik ben computerprogrammeur, ik zie het gelijk, want ik klik dan op de daar staat die postbezorgdienst, maar dan heb ik zo'n pijltje omlaag en dan kan ik zien dat dat e-mailadres, dat is van ijberensen@planet.nl. Maar dat ziet niet iedereen. Nee, dat klopt. En daar wordt inderdaad ook ontzettend voor gewaarschuwd. Hè? Niet zomaar op linkjes te klikken. En dat is het. Dus deze mensen mogen het beeldmerk van post.nl gebruiken om mensen die vergeten zijn dat ze er niet op mochten klikken, om daar geld van te verdienen. En die mogen Maarten Verbeek heten. De politie vindt dat verder geen probleem dan. Dat zegt u. Nou, vindt de politie dit een probleem? Natuurlijk is dat een probleem. U zegt dat wij dat geen probleem vinden, maar dat maakt u ervan. Wat u het beste kunt doen, meneer, is dit melden bij de fraudehelpdesk.nl. Die verzamelen al die mailadressen en al zulke zaken. En die verzamelen landelijk. Oké. Ja, dus mooi zo. En het is niet zo dat de politie dit zelf dan in behandeling neemt? Gaan we niet zelf onderzoeken en ook niet aanpakken. Maar het is ook zo dat, kijk, er is nog niets gebeurd. U bent nog niet opgelicht, u bent nog niet geld kwijt. Nou, in het verleden wel hoor. Het is al een paar keer gebeurd dat ik geld kwijt was, maar dat was dan ook mijn eigen schuld. Maar wat mij dan interesseert, als ik zou werken bij de politie, ja, dan zou ik vinden dat ik tot taak heb om de misdadigers op te sporen. En dit is een aanwijzing voor een misdadiger. En waarom willen jullie die niet pakken? Ja, maar dat gaat ook via die fraudehelpdesk, meneer. Die verzamelen de meldingen. En die verzamelen die mailadressen. En die kunnen dan uiteindelijk, als daar heel veel op binnenkomt, kunnen dat uiteindelijk. Ja, maar hier is het toch duidelijk. Dit
Dit e-mailadres, dat kunnen jullie zo in één keer nasporen. Dat is yjberendsen@planet.nl. Dat is één telefoontje met planet.nl. En vragen wie die persoon is die deze mail heeft laten versturen. Dus ik geef nu de berichten door. En dan zeg jij tegen mij, dat mag je niet aan mij doen, want het is te veel werk voor jou. Ja, dat maak ik ervan, ja. Want nu moet ik naar een ander adres gaan en... Y.J. Berendsen, op zijn Nederlands. Ja, oké, met een D. At planet.nl. Ja. Oké. Nou, dit is zonder meer een namaak e-mailadres. Maar dat e-mailadres is aangemaakt op een bepaald computerstation, een IP-nummer. Mm-hmm. En dan weet je toch een adres... Ja, en dat zal ongetwijfeld een... dat vast niet waar. Nee, vast niet. Nee, denk ik ook niet. Er zal niet zijn eigen naam eronder zijn. Ja. Kijk, en dat is de taak van de politie is... om mensen die denken dat ze geld kunnen verdienen... door andere mensen voor de gek te houden... Mm-hmm. dat de politie die mensen opspoort. Oké. Nou, toch niet? Ik ga dit doorgeven aan de collega's. Hartstikke fijn. Ja, ja. Rodeburgstraat in Arnhem woont u? Ja. Ja? Nou, oh, dat zie je aan mijn telefoonnummer of zo. Ja, dat zie ik aan uw telefoonnummer. Ja. En dan ligt het inderdaad in het systeem vast en dan komen eigenlijk al uw gegevens in het voor. Ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar deze man die moet op, deze mensen, die moeten ophouden. Dit slaat helemaal nergens op. Met deze mensen is iets mis. Die zitten geestelijk niet goed in elkaar. Ja. En het is, dat is vervelend, mensen die... Ja, maar daarvoor betalen we ook BTW, zodat de politie die oplichters aanpakt. Oké. Toch, of niet? Nou, BTW denk ik niet, maar ik denk dat het belasting is, maar dat is wat anders. Ja, BTW, dat is de belasting toegevoegde waarde. Dus wij burgers, wij voegen waarde toe en daarover betalen wij belasting. Dat is om die oplichters te pakken. Nou, pak ze dan. Ik ga het bij de collega's in Arnhem neerleggen, ja? Hartstikke fijn, dankjewel mijn lief. Zo, graag gedaan. Doei. Ja, dit was toch wel een leuk telefoongesprek. En zo is het toch? Ja? En waar heb je anders politie voor nodig? Om toe te zien dat oude vrouwtjes de vuilnisbakzakken aan de verkeerde kant van de weg zetten. En dan worden ze gearresteerd. Net als die oude Duitse duimen. Weet ze ook weer. Dinges, Hazelberg of zo. Ja, de politie is er om mij een boete te geven als ik per ongeluk zonder licht op mijn fiets over straat ga. Ik vind het wel een veilig idee. Dat de politie dan naar me toe komt en zegt, dit is 15 euro boete. Nou, ik heb liever dat de politie de oplichters arresteert. En doen ze dat? Nee, helemaal niet. Geef mij de toegang tot... Die dame wist toch dat ik op de Rodeburgstraat 3-3 woonde? Of niet? Heb je toch net gehoord? Ja, hoe lang denk je dat ik ervoor nodig heb om erachter te komen bij planet.nl? Op welk IP-nummer dit e-mailadres is geregistreerd? En dat kan achter een... Het kan achter een ding zitten, zo'n peer-to-peer huppeltje pub. Maar dan is die peer-to-peer huppeltje pub, die is de lul. En die krijgt maar een boete. Of we komen langs met honkbalknup, de honkbalknuppel. Honkbalclub, de honkbalknuppel, ja. Het zijn opluchters, opluchters. Een beetje vrolijk lopen doen, terwijl er helemaal niks vrolijks is.
Met vriendelijke groeten, Maarten Verbeek. Deze e-mail is van PostNL. Het is helemaal niet van PostNL. En PostNL, die vindt er ook helemaal niet, oh, helemaal niet erg. Nee, we maken het uit. Ja, kijk, wij zijn van PostNL. Ja, we doen allemaal dingen, phishing en spamming. En dan troggelen alle mensen geld af. En dat is onze tweede inkomstenbron. Van PostNL. Heeft PostNL soms een dealtje? Met een stelletje Roemeense criminelen? Nou, of Bulgaarse, of Achterhoekse, of Drentse. Ik wil niet precies seksistisch overkomen, daar gaat het mij niet om. Maar wat is dat nou? Waarom doet de politie helemaal niks? En ze doen er helemaal niks aan. Ik heb ze zo te pakken. Even planet.nl aanpakken. En rammen met die handel. Wie weet waar de la. Je gaat me controleren. En breng die lui een kaart. Ja, maar. Ja, maar dat is heel veel recherchewerk. Ja, maar. Godverdomme! Een afdeling van de politie die heet Recherche. Ja, doe godverdomme je werk dan! En ik maak geen excuses voor het gebruik van godverdomme. Want dan ben ik er echt helemaal mee klaar. Een politie die niks doet en een beetje toezicht houdt op dat er allerlei misdrijven gebeuren en oplichters bezig zijn. En wij vreten uit onze linkerneusgat en er af en toe uit onze rechterneusgat. Want anders is het veel te veel werk. Ja, rot dan op. Ga dan spelen in de Josti Band en neem een tamboerijn. Ik ben niet boos, daar gaat het helemaal niet om. Ik erger me dood. Ik vind mezelf vrijgepleit van arbeid. Kijk, als de politie deze dienst kan leveren vanuit de belasting. En die vrouw had niet eens in de gaten dat BTW, de belasting op de toegevoegde waarde, dat is meer dan de helft van de belastinginkomsten. Dus elke keer als wij voor een euro aan water kopen, dan gaat er binnenkort 9 cent, nee, meer dan 9 cent, naar de politie. Ja, u heeft een euro aan water gekocht. En we waarderen dat heel erg. En dan mogen we dan iets van meer dan 9 cent. Want het is namelijk 9% van de 100. Dus dat is eigenlijk 100 gedeeld door 9. En dan mogen we 11 cent erbij. Ja, dan gaat al die 11 cent. Iedere keer als ik een euro water koop, dan gaat er 11 eurocent naar de politie. Ja, doe er dan wat voor. Dat mag ik toch vragen als burgers? Of heb ik nou weer geen mening van vrijheidsuiting? De overheid verleent toch een dienst? Maar pak die klojo's dan. En wat moet je ermee? Ja, wat moet je ermee? Ja, weet ik ook niet. Aan de vrouwen. Het matriarchaat. We maken een heropvoedingskamp. En dan alleen maar vrouwen. En die zijn allemaal veganistisch. En drinken water als ze dorst hebben. En dan gaan we. Ja. Dan moet je naar de vrouwen. Kan je lekker gaan leren van vrouwen te houden? Dat zou ik willen. Maar eerst gaat deze Trinalino opsporen wie Maarten Verbeek is.
Lijkt mij, hoor. Want zij is in functie. En ik niet. Daar kan je mij niet van betichten. Ik heb nog nooit van mijn leven wat gedaan. Dat is een esoterische uitspraak, by the way. Maar zo geldt het toch. De politie moet wat gaan doen. Wij moeten de politie helpen. Om aan de slag te gaan. Je kan niet zomaar bij de politie gaan werken en denken dat je niks hoeft te doen. Van bel maar met fraude.nl of zo. Nee, helemaal niet. Ze gaat zich maar zorgen maken. Die vrouw die ik net sprak. Ja, zij is toch in functie. Zij verdient 1600 euro in de maand. Dat is meer dan ik. Dan mag zij toch wel wat gaan doen. Behalve poepen in een oude schoen. Ja, of wat? Ga aan de slag. Planet.nl, die lui even benaderen. Gewoon persoonlijk langsgaan. Nou ja, er zit een e-mailadres bij jullie van YL Berendsen. En dat is een fraudeur. Waar woont die klootzak? En als Planet.nl e-mailadressen accepteert zonder verificatie van telefoonnummer of whatever. Ja, Planet.nl wordt dichtgegooid. Per onmiddellijk. En YL Berendsen, YL Berendsen. Hoe moet die man dan heten? Welke Nederlandse voornaam begint met een Y? Ik weet het even niet, hoor. Nou, pak die klauw, joh. En er zit een hele organisatie achter. Oprollen die handel. Alle waren verkopen. Ook als er gezonde mannen bij zitten met twee nieren. Nou, één nier verkoop je aan een Chinees. Voor de stamcellen. Ja, dat is satire. Hè? Niet dat je mij aan de muur gaat nagelen. Ja, maar doe dat dan. Vroeger had je toch de Inquisitie. Dat alle ongelovigen die werden op de brandstapel geflikkerd. Ja, dit is een ongelovige. Ja, pak die ongelovige aan. Klik hier voor afhaalbewijs. Er staat ook nog, vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs, tussen aanhalingsdingen, nee, tussen haakjes, ID-kaart, paspoort of rijbewijs. En het afhaalbewijs mee te nemen. Deze personen moeten minimaal aangeklaagd worden voor CO2-belasting. Met het verspreiden van non-informatie terwijl het elektriciteit kost. Dus CO2. Ja. Ik wil niet grappig overkomen, maar zo lijkt het wel, hè. Wat de politie doet. Helemaal niks. Ja. Even kijken hoe ver ik zit met mijn tijd. Ik heb nog een e-mail binnen. Oh, dat is helemaal niks. Dat is ook weer zo'n spam en die komt uit Amerika. Maar dit is een spam uit Nederland. Namens post.nl. Ja, daar word ik een beetje... Suf word ik ervan.
Ik snap het niet meer. Wat moet ik ermee? Ja, ze vroeger van die verhalen dat er mensen, en die heten dan wereldwandelaars of zigeuners. En dan kwamen die vrouwen aan de voordeur een beetje aanbellen en een gesprekje maken. En aan de achterdeur gingen de kerels naar binnen en die jatten alle spullen. Er werd ook geen donder aan gedaan. Ja. En nu heb je dan dat gedoe over e-mail. Maar het zijn zieke mensen. Als je zo'n mens bent die zo'n e-mail maakt, die ik net heb gekregen, dan weet die homo ook weer. Heb ik hem nou in de prullenmand gegooid. Even kijken. Ja, hij staat er nog. Die Maarten Verbeek. En die heet niet zo. Maar je werkt hierbij. En ook nog. Het is verzonden aan. Dat is echt te gek voor woorden. Het is verzonden door yjberendsen@planet.nl. En de reply is naar ronald129_ en dan @outlook.com. Bill Gates. En daar moet ik aan antwoorden. En voor wat? Wat willen ze van mij? Ja, maar misschien was het een grap. Ja, hou op met dit soort grappen. Als ik post.nl was, dan hou ik gezegd. Die jongens die zijn mijn slaaf. Wat denk je wel niet? Het beeldmerk van post.nl misbruiken voor een grap? Wat is het voor een idioterie? Daar is er wel geld te halen, of niet? Of moet alles van de BTW komen? Nou, ik wil niet grappig zijn, daar gaat het helemaal niet om. Wat maakt mij dat? Het is belachelijk. Je bent toch zo achter, man? Outlook.com, even bellen met die medewerkers van Bill Gates. En zeggen van, hey, iemand onder de naam Ronald129_, IP-adres, AUB. En als het via een proxy loopt, nou, dan willen we weten wat het adres is van die proxy. Ja, alleen maar een woonadres. We vallen er binnen, gewoon met die helm op je kop. Net als met Pablo Emilio Gaviria, dinges Escobar. Rammen er binnen. Ja, waar heb je anders politie voor? Die zijn toch afgetraind, of niet? Ja, ik niet. Ik kan een beetje een Kalasnikov in de rondte slingeren. Heb je het gehad? En een beetje speculaas erbij. Ja, in mijn mond dan. Een beetje speculaas en een Kalasnikov. Dan kom ik een heel eind. Eén à twee... Jägermeister. Niet meer. Echt niet. Ja, achteraf. Maar van tevoren. Ja, als ik dat kan. Waarom kan de fucking politie dat dan niet? Pak zo'n proxy server maatschappij aan. Je komt achter dat woonadres. Rodenburgerstraat 37-17 of zo. Ergens in Iran.
Nou, vallen binnen. Al die sukkelige homo's die dan onze toezichthouder zijn, een beetje met dikke buiken achteroverlopen te zakken met brunettes. Nee, dat wordt nooit wat hoor. En wat moet je eraan doen? Ja, ik weet het ook niet. Die wijven aan het werk zetten. Die wijven willen toch zo graag dat materiaal gaat. Nou, ga dan aan je fucking werk. Flerk. Zolang het nog kan. Nou, straks is de tijd afgelopen hoor. Dan is het niks meer. Zo wordt het erg vervelend. Nee, het wordt niet erg vervelend. Het wordt erger. En de politie doet er helemaal geen donder aan. En dan die gele hesjes, die lopen dan hier op straat. Dan, oh, geel hesje, oh, gevaar, gevaar. Ja, wie begrijpt dat? Wij burgers, die onder de overheid staan, wij zouden de conclusie moeten, mogen en kunnen trekken dat onze overheid geen haar beter is dan wij zelf. Namelijk een stelletje werkschuwigen. Of schuwenden? Werkschuwen, dat is het woord. Onze overheid is werkschuw. Die vrouw net van de politie, die heeft helemaal geen zin om... Oh, dit, oh, ik moet naar huis en ik ben een alleenstaande moeder of zo. Wat een gedoe zich bij de politie werken. En werkschuw, tuig, dat was het woord. Tuig wat niet wil werken. Dat is onze politie. Die willen helemaal niks doen, man. En terecht, hoor, want als ze maar wat gaan doen, dan krijgen ze gezeik van hoge rand. Ja, hallo, hier spreekt jij. Hier is de baas van de politie. En het is wel de bedoeling dat die spam en al die dingen en die oplichterij. Ja, dat zijn neven van. Ja, dat weet je ook niet, maar dat zijn neven. En het, ja, dus, we dachten zelf van. Wat dacht je van een vervroegd pensioen? En dan krijg je maar €800 in de maand. Misschien iets meer. Ja, dan wil je er ook bij blijven werken. Dat snap ik ook wel weer. Dus ik heb medelijden met iedereen. Dat nou. En het is belachelijk. Tupper, saucy. F. Tupper Saucy, Frederik Tupper Saucy, die heeft gezegd, kijk, de regering is net zo goed als het volk. Punt. Ja. Ja. Daar ben ik met Frederik Tupper Saucy, F. Tupper Saucy, eens. Dat klopt. Ja, maar Frederik Tupper Saucy is een jezuïet volgens Eric John Phelps. En Phelps, dat is met de PH. Phelps. Ja, volgens sommigen is Eric John Phelps zelf een jezuïet. Ja, af en toe raak je het helemaal kwijt hoor. Maar nou, Frederik Tupper Saucy heeft gelijk. In die zin dat wij de overheid hebben die wij zelf creëren. Want die overheid is een koning Willem-Alexander met de paus en die shackable slut uit Argentinië. Terwijl ik dat zelf geen shackable... Nee. Ja, ik heb ook mijn grenzen, snap je? Ilk. Die zal je... Nee.
Maar koning Willem-Alexander heeft dat wel gedaan. En dat zijn de heersers. En die zijn net zo slecht als wij. Ik vind mezelf heel erg zielig, hoor. Maar koning Willem-Alexander vind ik ook heel zielig. Die arme man. En dan zo'n vrouw. En dan zo'n moeder. Jezus, mijn Christus. Jesus, my Christ. Het Frans schiet me nu even niet te binnen, maar... De boodschap is toch wel duidelijk? Het is echt verschrikkelijk. Wij zijn super kutting tering slecht. En dan heb je ja, dat soort... Wat noem je dat? Ja, maar koning Willem-Alexander... die heeft een tijdelijk kantoor laten bouwen... van 500.000 euro. Dus hij is blij. Wat? Ja, je hoorde me wel, Perry. Koning Willem-Alexander heeft een tijdelijk nieuw kantoor laten bouwen van 500.000 euro, dus hij is blij. Wat? Nee, man. Die man is helemaal niet blij. Hoe kom je erbij? Met zo'n... Ja. Ik wil die man niet denigreren. Daar gaat het helemaal niet om. Maar... Die vrouw van hem? Jezus, wat is het? En dan één kind is scheel. Heb je dat weer... Ja, ik was ook een scheel kind. Niks ten nadele van schele kinderen. Maar dan zit je als Willem-Alexander een Maxima te pompen. En dan krijg je een scheel kind. Dan denk je, jeetje, mijn Christus. Wat een kutkind. Ja, dat sluipt erin, hè. Dat ik het even weet. Best erg. Om te komen tot het besef. Al die arme mensen. Ai. Ik had een keer een groot kantoor. En dan moest ik lopen naar de ordners met de documenten. En documenten bijpakken. Oh ja. Nou, toen kreeg ik een faillissement. Ik trok mij terug in een kantoor van 3 bij 4 meter. En alle ordners, die stonden onder handbereik. Ik denk, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Ja, dat is eigenlijk wel tof. Lekker klein. Die arme Willem-Alexander. Met zijn rijkheid. Daar geloof ik helemaal niks van. Hij mag doen wat hij wil, hoor. Maakt me geen donder uit. Het is zijn geld. Nou, zijn geld. Het is het geld van de paus. Maar hij is van de paus. Nou, dat is lekker zijn geld. Dan moet hij zelf maar uitgeven, hoor. En waaraan eigenlijk? Ik zou het niet weten. Waar moet je geld aan uitgeven? Wat? Een snorrie, hoor. Wat heb je nou tegenwoordig te koop? Mijn dochter die wilde een longboard. Heeft ze voor mij, voor de meer dan de helft heeft ze dat zelf betaald. En ik heb de rest erbij geschokt. En dat longboard, ja. Wat moet je met spullen? Ik speel graag muziek. Ja, en ik vind het leuk om te strummen. Ram, 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 ram. Gitaar dus.
Nou, ik heb een gitaar. Meerdere, maar... Ja, dat is alles. Wat moet ik met spullen? Wat moet ik met geld? Ja, mijn vriend Gert van Gert van Santen Audio.nl of Gert van Santen.nl. Die zei: alles moet gratis zijn. En ik denk: alles is gratis. Die vent van Nirvana. Ja, wat denk je waar die op speelde? Op een Stradivarius? Die fans van Hugh Cornwell. Met die solo in Golden Brown. Wat denk je wat voor gitaar dat was? Eentje van 12.000 euro? Met mijn dochter heb ik dat nummer uitgevoerd. 3 keer. Van Ellie en Rickard. De 3 uitvoeringen. En zij op een Casio toetsenbord. Ze had van die kleine vingertjes. Daar kon ze niks aan doen. Dat was nogal klein in die tijd. Tegenwoordig is dat evolutionair veranderd. Sorry voor mijn humor. Maar toen had ze van die kleine... die Casio, die heb ik gratis gehad van de buurman van 3 huizen verderop. Ik zei tegen Maarten, van, ik wil graag een Casio keyboardje. En hij was zo'n marktplaats fanaat. Hij zei, nou, dat hoeft helemaal niet. Ik heb er nog eentje liggen. Zo. En wat schaaf dat? Nou, zei hij, die krijg je gratis. En ik dat keyboard gekregen, mijn kind gegeven. En hebben we 3 keer een uitvoering gedaan van... Zelfs al je haren zijn geteld. Ja. Er loopt een man langs de wegen. Ik kwam hem tegen. Hij zei, kijk naar de lelies in het veld. Waarom maak jij je zorgen, wat je zult eten morgen, en of je kleren hebt en geld? Ga met me mee, mijn kind, en ik zal schatten. En ik zal... Nou, ik ben niet zo coupletvast. Ellie en Rickard. Ja, zo kan het ook. En je moeder van mijn kind, die werd kwaad, jongen. Zo, ik net al. Dit is de allerlelijkste uitvoering van al je haren zijn geteld, die ik ooit heb gehoord. En nu kan ik nooit meer de liefdevolheid en de schoonheid en de esthetiek van het oorspronkelijke nummer horen, want jij hebt er overheen gescheten, net als dat jij diarree hebt op de bruiloftstaart. Ja, het zal wel. Ja, ik zeg het maar gewoon. Als het niet echt gebeurd was, had het geen enkele zin van mij om zo'n lelijk verhaal te vertellen. Het is echt gebeurd. Maar die andere 2 keer, dat ging goed. Mijn moeder vond het schattig. Die was verheerlijkt. En mijn dochter op die Casio. Dat is heel eenvoudig, hè? Zelfs al je haren zijn geteld van Ellie en Rickard. Ik
kan het nog opzetten, maar... Nee, doe het niet. Er loopt een man langs de wegen. Ik kwam hem tegen, hij zei. De ritme is erg belangrijk. Ellie, dat is een shackable slut. Oh, ja, nu niet meer, maar... Die had dat in de gaten. Een recht aardig mens. De politie, dat is een stelletje zeiknuizen. Ik heb een uniform en ik ben de baas. Ja, doe dan je godverdomme zijn werk. Er is zo'n nummer van UB40 en het heet Koning, waar is je volk? Je kan een koning zijn, je kan wel de baas zijn. Waar is je volk? Christus Jezus, die was niet de baas. Die had wel een volk. Hij was niet de baas. Christus Jezus wilde dat niet zijn. Waarom? Het ging om zijn woord. Snap je? Die stomme politie gaat er weer. King, where are your people now? Gaat over Martin Luther King, by the way. Maar dat maakt niet uit. De waarheid blijft. En wie is de koning? Dat ben jij. Spoiler alert. De koning, dat ben jij. Of de koningin. Ja, niet zo'n sufkut als Maxima. Die moet nog behoorlijk inburgeren. Die snapt er nog helemaal geen donder van. Maar ze komt uit Zilverland. Het land met het zilver. En de vader, die was minister van landbouw. Is een ministerie wat je direct af kan schaffen, wat mij betreft. Je gaat mij niet vertellen dat ministers van landbouw verstand hebben van landbouw. Ergens heb ik hier een kleine friemel of kriebel of whatever. Ik denk, dat kan eigenlijk helemaal niet. Minister van Landbouw. Sorry, Getta. Man, en die arme prins Willem-Alexander. Oh, man. En die heeft zijn lul erin moeten stoppen. Godverdomme. Ja, maar ik heb maar één scheel kind. Ja. Dat is mooi, jongen. Dat schele kind zal je haten. Tot in de... Ja, dat mag je tegen Willem-Alexander zeggen. We hebben het toch over het ongelofelijke mislukte aanwezigheid der overheid. Hoe heette die man dan, van die spim en die oplichter? En die, kan je niet beter ergens anders naartoe gaan? Want ik heb het heel erg druk. Ja, Willem-Alexander, eet dit op.
Zo zeggen de Amerikanen. Ja, het is niet... heeft niks met mij te maken. Kon je erbij. Ik constateer het. Dat ik een Maxima nooit had willen... Nee. Maar dat geldt voor vrouwen in het algemeen, hoor. Een vrouw is leuk in de omgang, maar je moet ze niet neuken. Tenzij je kinderen wil. Dat wordt een ander verhaal. Maar als je echt voor de seks wil gaan, dan zou ik zeggen... van ja, neem een banaan of zo. Kan je ook lekker klaarkomen. Maar vrouwen, nee. En die arme Willem-Alexander, die moet dan... Dan één scheel kind. Ja. Ha, 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 ha. Als dat maar fout gaat. Wilhelmus van Oranje, ben ik van Spaanse bloed. Nee, ja. Ken je dat volkslied? Spaans, dat was de antichrist. En Willem de Zwijger, dat was nog een... Ja. Zoals Frederik Tupper-Saucy zei... Je kan wel een goede leider hebben, maar als je een slecht volk hebt, dan word je helemaal niks. Willem de Zwijger is vermoord. Weet die vent. En dat Willem de Zwijger nog zei van... Oh, mijn arme volk. Weet je, die kut homo op zijn Brabants die Willem de Zwijger heeft vermoord. En Willem de Zwijger was, denk ik, een aardige kerel. Een goede vent, hoor. Had je geen last van. Een soort Siddhartha, de Boeddha, denk ik. Heb ik daar gelijk in? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat denk ik. En het is waar dat ik dat denk. Want ik zeg het. Dus het is waar dat ik zeg dat ik... La 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 la. Ja. Snap je? Nou. Het ligt op het puntje van mijn tong. Dat was een katholiek. Dat was een jezuïet. En die heeft Willem de Zwijger vermoord. Ja, hoe kan je een goede koning zijn van een slecht volk? Ja, ik geef je 20 seconden om erover na te denken. Ik wil dat mijn dochter bij de politie zou gaan werken. En dan arresteren die klootzakken. Oh, elke crimineel, huppakee, naar Roemenië of Bulgarije... of het westen van Polen of het oosten van Polen. Een of andere goede omgeving met veel natuur. Met beren. En van die hekpartijen, dat ze erachter zitten en niet meer terugkomen. En arresteren die lui. Tot stilstand brengen. Sommige mensen moet je tot stilstand brengen. Sommige warmte die veroorzaakt wordt door beweging, maar sommige warmte is niet leuk. En die mensen moet je tot stilstand brengen. Mensen die die kutmail sturen, phishing of farming of whatever. Spoor ze op en slaat ze op. Isoleer ze.
En ze mogen geen doodstraf, dat maakt geen donder uit. Nee, je staat onder het regime van vrouwen. En als je dan opgevoed bent door vrouwen, dan mag je weer meedoen met de mannen. En we gaan niet een beetje kut-homo-e-mails in de rondte sturen onder de naam Maarten Verbeek. Maarten Verbeek. Dat tuig moet eruit. En daar wil ik best voor betalen. Geen enkel probleem. €50 per één tuig. Ik betaal het hoor. Ik heb nog geld op mijn bankrekening. En anders wel van een crediteur. Nee, een debiteur. Ja, plus en min, hè. Het is een mooie boel. We zijn hopeloos verloren. En dat is een positief bericht. Ik ben geen onheilsprofeet. Ben jij maf? Ik vertel jou dat jij met jouw restje aan moraliteit voorstelt. In je moraliteit stel je iets voor. En jij gaat natuurlijk niet een of andere stomme phishing, farming, huppeltje pup, e-mail service. En daar een beetje. En nou, godverdamme. Oh, gij zult niet stelen, weet je nog? En als de politie daar een beetje zo... we houden de boel in de gaten. Dat is wel hoor. Wij noteren van alles. En dat heeft weinig effect. Maar dat komt omdat er zoveel criminelen zijn. Dat wij liever koffie drinken. En we nemen dan wel de verklaringen op. Van Jan en alle man. En dat is ons werk. Wat moeten wij dan doen? Dat zijn ongelooflijk. Je moet die mannen die e-mail aan mij sturen. Het is een organisatie. En ook de wijfjes. En die gaan de teksten controleren. En er zijn een stelletje criminelen. Ja, maar daar moet je maar mee leren te leven. Mooi zo. Dat vind ik ook goed. Dus de politie zegt tegen ons, wij moeten leren omgaan met criminelen. Maar dat betekent dat de politie geen functie heeft. Jawel, want in de zaak van Marianne Vaatstra hebben wij ook heel veel stofwolken opgewonden. En hebben we uiteindelijk, het was allemaal opgelost. Ja. De politie die mag van mij in de broekzak waarin ik ga pissen. Dan heeft het nog zin om te pissen in mijn broekzak. Stelletjes sukkels. Ik begrijp de politie wel hoor. Iedereen wil een inkomen. Ja. En dan ga je maar bij de politie werken. En dan kom je erachter dat je helemaal niks kan doen. En dan moet je tegen het volk zeggen van ja, ik kan als politie niet veel doen. En u kunt er wel naar het andere telefoonnummer. En dan moet je daar maar even verder vragen. We schaffen de politie af. Het is jammer voor die mensen dat ze geen baan meer hebben. Maar ze deden toch om niks. Dus wat is het verlies? Ja, ik deed niks.
Maar nu krijg ik er ook niet meer voor betaald. En ik doe nog steeds niks. En ik vind het vervelend dat ik... ik ben een iemand die graag niks doet. En ik wil wel graag geld. Ik wil niet humoristisch overkomen. Ik wil geen politieagent afzeiken. Ik hoop wel dat die dame die ik aan het woord heb gehad... dat die YL Berensen dot huppeltje pub at planet.com... en die andere klauwzak... Ronald 129 underscore at... was dat? Gmail of zo? Spoor hem op. En kill hem overal. Isoleer hem. Ja, ik snap het niet hoor. De politie heeft toch een functie? Is de politie degene die zogenaamd een functie heeft en het gaat om het ophouden van de verschijning? Keeping up the appearances. Ja, doe dan wat. Kom in actie. Van onze BTW. Arresteer die mofo's. En die hele familie die erachter zit. Alles, al die kleinkinderen, alles. Alles naar Roemenië. En met die Roemenen, het gaat niet over die Roemenen. Maar daar hebben ze vast wel een heuvelgebied. En een, wat hekken eromheen. Net als Willem-Alexander zo graag wilde voor zijn huis. In Griekenland, toen het daar zo goedkoop was. Nou, in Roemenië is het een stuk goedkoper. Die aluminium hekken eromheen. Oh, lekker hoog. En een prikkeldraad er bovenaan. Als je eruit wil klimmen, dat is best, jongen. En dan kom je in het gebied der beren. En wilde wolven. Waar de jachtopzieners lopen. Ja, doe dat. Ja, dan doe je nog iets als politie. Breng die mensen terug naar de natuur. Ja, ik ben alleen maar officier bij de politie. En ik heb er niet veel over te vertellen. Ja. Nou, hou dan je mond. En laat ons het maar doen. En dat wordt doodschieten. Ja, helaas. Dan krijg je de tijden van Mozes krijg je terug. Dan gaan we zelf al schieten. Een pief, paf, poef. Ja, als de mensen dat willen... Dat... Ja, het is niet aan mij hoor, om daarover te kiezen. De keuze van de mens. Ik vind op zich een militie of een politie een prima idee. Maar dat moet wel functioneren. Toch? En een beetje... afperserij, oplichterij is het. Af of op. Het is oplichterij. Dat mag je niet accepteren. Dat het goed overkomt. En mijn bier is nu echt op. Ik ga naar de Albert Heijn. Voor mijn avondwandeling. En houden van jullie. En ik heb medelijden met al die politieambtenaren. Mislukkelingen. Sukkels. Ze weten niet eens een... iemand als YL Berensen. @ huppeltje pub. Die kunnen ze niet eens pakken.
Ja, als ik ze bel, dan weten ze wel dat ik op de Rodeburgstraat 3-3 woon. Ja, dat wel. Maar I.L. Berendsen, Y.L. Berendsen, die weten ze niet te vinden. Leuk. Zo'n toezichthouder. Alsof je voetbal gaat spelen en dan de scheidsrechter, die heeft een blinddoek om. Een soort kung-fu. Ja, ik wandel in de rondte. Ja, ik zie niks. En, ja, ik hoor dingen. En, ik zeg, ik bluis op mijn fluit. Ja, waar zijn we mee bezig? Het is geen boosheid, daar heeft het niks mee te maken. De vraag is, waar zijn wij mee bezig? Huh? Oh, die politieagenten, dat is een vrouw, hè? Waar ik net mee sprak. Ja, die moet ook weer eten koken voor de kinderen. En mama, wat heb je gedaan vandaag? Oh, ik heb het e-mailadres yglberendsen@planet.com opgeschreven en op een briefje doorgegeven. En daarna ook nog die andere, ja. Dat is geen samenleving. Ik weet hoe het komt, hoor. Die baantjes bij de politie, daar ben je zo binnen. Geen enkel probleem. En dan dit. Jezus, mijn Christus. Hi, man. Het is onze eigen schuld, hoor. De overheid is net zo slecht als wij. Frederik Tupper Saucy. Kom, we maken hier een mooie korte uitzending van. Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En een mooie live opname van de politie ook nog een keer. En op zijn hamburgers zeg ik, tjus, een dag lieverds.